Vier lustra en 97 dagen geleden stond ik met Yvonne, zij is nu mijn vrouw, en samen met nog ruim 1 miljoen jongeren op Torvakata, het grote universiteitsterrein bij Rome. Na de nacht in een waken te hebben doorgebracht, onder de blote hemel en onder onze kleding geslapen te hebben, ontwaken wij door de Italiaanse ochtendzon van augustus. En ontelbare jongeren wachten op de paus. Wat zal hij ons meegeven? Wat zal hij ons meegeven als we aan het einde van deze dag onze reis naar huis aanvaarden, naar deze prachtige Wereldjongerendagen? En met welke opdracht zendt hij ons weer naar alle hoeken van de wereld? Ik kan duidelijk wij zeggen. Hoe gaan wij weer naar huis? Want in Nieuwstad, waar ik al jaren acolyet was en misdienaar daarvoor, was ik zowat de enige jongen, die jongere die overgebleven was in de kerk. Echter in Rome, op de Wereldjongerendagen, merk ik dat ik toch niet de enige ben. En merk ik dat de kerk verder strekt dan Nieuwstad alleen. Daar voel ik mij voor het eerst in 2000 onderdeel van de Wereldkerk. Maar wat gaat de paus straks zeggen? Het geklop van de wieken klinkt eerst ver weg, als het ritmisch geluid van je hartslag in je oor. En we zien aan de horizon een witte helikopter komen. Het zwelt aan tot harde klappen en de menigte begint te juichen. En het worden overdovende slagen als de helikopter boven ons draait. We zien paus Johannes Paulus II zwaaien uit het raampje. Jean-Paul II, we love you. Jean-Paul II, we love you. Schreeuwden ook Yvonne en ik mee, geëmotioneerd in de menigte. Met een open auto rijdt de paus dwars door het veld naar het grote podium. Altaar voor die dag, waar zijn zetel gereed staat. Ik neem Yvonne op mijn schouders, zodat zij de paus kan zien. En ik ren naar de kant waar de auto rijdt. Yvonne krijgt haar fototoestel niet doorgedraaid, omdat het rolletje vastzit. Het was 2000. En ik zei, doe dat toestel weg en kijk. Die indruk leg je toch niet vast op de gevoelige plaat. En de paus rijdt langs en we zwaaien beide geëmotioneerd. Ik geef u deze setting even mee om u aan te geven dat de woorden van de paus die hij ging spreken doordreunen tot de dag van vandaag. Doorklinken in mijn hoofd, mijn hart en mijn ziel en doorwerken in mijn doen en laten. En wat zei de paus? Hij zei, wees niet bang, jongeren van alle continenten. Wees niet bang om de heilige van het nieuwe millennium te zijn. En dat houdt in dat je tegen de stroom in het goede moet doen. Beste mensen, en wat doe ik met dat appel van Jean-Paul II? En wij, geven wij gehoor aan die oproep. De oproep om niet bang te zijn. Niet bang te zijn om de heilige van het millennium te worden. Bestaat uit twee delen. Deel 1, wees niet bang. Check, dat ben ik niet. Deel 2, om heilige te worden. Dat is iets lastiger. En er is al een heilige Martinus. Maar ik ga wel voor dat ideaal. En laten we elkaar in de arm nemen en stappen zetten in de goede richting. Wetende dat we onderweg ook kunnen vallen of zelfs stappen terug kunnen zetten. Op de vrijheid van, het Vrijheid van Religie-congres in Singapore, waar ik aan deel mocht nemen als rapporteur samen met mijn collega en ik zou haast zeggen leermeester als het gaat om de vrijheid van religie, Joël Voordewind, die zo meteen ook nog in deze kerk komt, was ik samen met hem namens de Tweede Kamer als rapporteur en daar presenteerde de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de vrijheid van religie en levensovertuiging, Ahmed Shaheed, de ontwikkeling van de vervolging omwille van geloof wereldwijd. De vervolging wereldwijd groeit, zei hij, in aantallen slachtoffers,
in aantallen landen en groeit in hevigheid. Deze vervolging treft verschillende religieuze minderheden, zoals Oeigoeren in China, de Jezidis in Irak, Rohingya in Myanmar, christenen in het Midden-Oosten, delen van Afrika en Azië. En christenen vormen volgens de analyse van Shahid de grootste groep slachtoffers die worden vervolgd omwille van hun geloof. En deze conclusie bevestigt hetgeen andere bronnen, zoals Open Doors, eerder genoemd en ook hier aanwezig, en ook Kerk in Nood, die Red Wednesday organiseren, die dat ook nadrukkelijk benoemen. En ik wil Open Doors nogmaals, maar ook Kerk in Nood hartelijk danken voor de enorme inzet en het goede werk wat ze doen voor christenen wereldwijd. Vervolging kent vele gezichten. De intensiteit, de dader en de vorm verschillen per land of gebied. Het kan gaan om mishandelingen door andere burgers, om gevangenisstraffen opgelegd door overheden of om moorden door georganiseerde bendes tegen bijvoorbeeld christenen. Zelfs genocide kan het doel en het gevolg zijn, zoals op de christelijke bevolking of de Jezidis in Irak. Deze vorm van vervolging springt het meeste in het oog. Maar ook buiten het oog van de perscamera's worden christenen vervolgd. Zo worden gebedsbijeenkomsten verboden. Kerkdiensten worden door de staat gereguleerd. Openbare uitingen van christendom worden verboden. Onteigening van bezit of kerkgebouwen en begraafplaatsen worden uit het eigendom gehaald. Intimidatie en discriminatie in het verborgene, tenminste voor ons verborgen. Sommige individuele gevallen krijgen grote aandacht. Asia Bibi is inmiddels wereldberoemd en zij werd beschuldigd van blasfemie in Pakistan. De beschuldiging kwam tot de rechter na een gesprek aan de waterput en ze werd veroordeeld tot doodstraf door ophanging. Pas na grote internationale druk werd zij alsnog vrijgesproken door het Hoge Rechtshof. Haar advocaat moest vervolgens met haar vluchten voor zijn en ook haar leven. We ontvingen de advocaat in Nederland, ook samen met Joël Voordewind en Kees van der Staaij, die ook de notitie samen met mij indienen. In sommige landen is de discriminatie en het vervolgen van christenen wettelijk verankerd. In andere landen biedt de regering formeel bescherming aan minderheden, echter in de praktijk zijn christenen en andere minderheden overgeleverd aan de willekeur van de bevolking. Het zijn allang geen incidenten meer. Het is een patroon waarin christenen individueel en ongroep worden onderdrukt. En dan nu mensen naar dat appel. Wees niet bang. Kunnen wij die oproep vormgeven in Nederland, zodat vervolgden wereldwijd tegen hun kinderen kunnen zeggen dat ze daadwerkelijk niet bang hoeven te zijn. Vandaag op Rode Woensdag, Red Wednesday, denken we aan vervolgde christenen. Bidden wij voor alle vervolgden ter wereld. En staan we erbij stil, en dat is goed. Echter daarnaast moeten we ook in actie komen om vervolgde christenen en in hun kielzog alle vervolgden omwille van hun geloof te helpen. En juist in Nederland moeten we dat doen. Juist in Nederland. Tegen de stroom in. En in Nederland heerst een schaamte. Een schaamte om voor christenen op te komen. We komen in Nederland op voor allerlei minderheden. Wereldwijd. Groot en klein. Man, vrouw. Het maakt niet uit of de Nederlander maakt zich sterk voor de rechten van het individu in nood. Waar ook ter wereld. Behalve als het over christenen gaat. Dan is het anders. Dan wordt ineens gewezen naar andere minderheden naast christenen die we ook niet mogen vergeten. En dat is natuurlijk ook zo. In mijn eerste begrotingsbehandeling als woordvoerder buitenlandse zaken en christenvervolging, nu 4 jaar geleden, stelde ik dat we meer moesten doen voor vervolgde christenen. En meteen liep een collega naar de interruptiemicrofoon. U kunt dat nog steeds terugkijken. Maar voorzitter, we komen toch zeker niet alleen op voor christenen. We maken ons ook zeker sterk voor andere minderheden. Ik denk aan de Rohingya in Myanmar. Zeker, voorzitter, zei ik. Rohingya moeten we beschermen. Verschrikkelijk. 750.000 moslims worden zomaar vervolgd omwille van hun geloof. Maar laten we de 3,5 miljoen christenen die in datzelfde land
hetzelfde lot ondergaan, niet vergeten. Een andere collega meldt zich in dat debat. Voorzitter, Van Helvert vergeet de LHBTI-gemeenschap. Zij worden ook in vele landen vervolgd. Zeker niet, voorzitter, antwoord ik. Die vergeet ik zeker niet. Niemand. Niemand mag waar ook ter wereld vervolgd worden omwille wat hij denkt, wat hij voelt, gelooft of wie zij is. Mijn pleidooi is om de grootste groep vervolgden niet te vergeten. En daarbij, zei ik tegen mijn collega, in de groep christenen, in de grote groep vervolgde christenen, zitten ook zoveel homo's, lesbisch en transgenders en interseksuelen. En hen hebben we in het kielzog van de christenen ook direct geholpen. En dat is andersom niet altijd het geval. En daarom is het zo belangrijk om de grote groep niet te vergeten. Daarom moeten we sterk inzetten, zei ik in het debat, op hulp aan vervolgde christenen. Wat we doen voor de minsten, en daar is de heer Voordewind van harte welkom, Joël. Fijn dat jij als mede-indiener van de nota en natuurlijk grote leermeester voor mij ook aanwezig kunt zijn in de Sint-Nicolaaskerk. Wat we voor de minsten van de christenen hebben gedaan, doen we ook voor alle andere verdrukte minderheden. En telkens als ik zeg in Nederland op te komen voor christenen, houdt men in Nederland mij voorbeelden van andere vervolgden voor die ook mijn aandacht verdienen. Echter andersom is dat nooit het geval. Ik geef voorbeeld. Toen ik aandacht vroeg voor moslims in China, vroeg niemand in de Kamer mij, niemand, om de christenen niet te vergeten. Toen ik vragen stelde over stokslagen voor homo's in Indonesië, verweet niemand mij dat ik christenen vergat te noemen die vervolgd worden in hetzelfde land. In Nederland is er dus schaamte om op te komen voor christenen. Dit komt wellicht doordat er veel kritiek is op kerken, veel kritiek op christelijke instituten. Of zaken die fout zijn gegaan in kerken, of fouten die te laat herkend zijn. Daarover bestaat in Nederland veel terechte boosheid. Het is daarnaast totaal onrechtvaardig, om misdaden tegen leden van een kerk die ondersteuning bij artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de vrijheid van religie en levensovertuiging, om die te onthouden aan leden van die kerk, als uiting van je boosheid naar een instituut. Totaal onrechtvaardig. Als in Nigeria een priesterstudent ontvoerd wordt, dan is dat geen verlengstuk van het Vaticaan dat wordt mishandeld, maar dan gaat het om een jonge man met een vader en een moeder die in een persoonlijke afweging ervoor gekozen heeft om Jezus te volgen. Die wordt ontvoerd, die wordt mishandeld. Als een koster in Nice wordt vermoord, dan is dat geen knecht van de paus, die wordt onthoofd, maar een opa. Een opa die zijn kinderen en kleinkinderen wil tonen hoe je het evangelie in de praktijk kunt brengen. Of erger, en die heb ik ook gehoord, meerdere malen, als christenen uitgemoord worden door ISIS, dan is dat geen logische vergelding van de kruistochten enkele eeuwen geleden. Maar dan gaat het om families die samen met ons op weg naar kerst, hier hangt de adventskrans al, klaar voor komende zondag, dan zijn dat families die samen met ons op weg naar kerst willen gaan, maar die door terroristen uiteen worden gereten. Juist christenen volgen Christus, die direct na zijn opstanding vrede zij u toewenst aan zijn vrienden. Hoe paradoxaal. En Nederland, dat nu deze schaamte kent om christenen te hulp te schieten, heeft wat te verliezen als natie. Het christendom was namelijk in de vorige eeuw het exportproduct van Nederland. Wie heeft in zijn familie niet een oud oom of een oud tante die als zendeling of missionaris de wijde wereld in is gestuurd om op basis van het evangelie de goede werken te verrichten? En hoewel door onwetendheid in Nederland veel mensen bij religie vooral denken aan oorlogen, zo denken veel ambtenaren op het ministerie ook, terwijl de waarheid anders ligt. Juist kerken zorgen wereldwijd voor zorg, onderwijs
En zij leggen de eerste basis voor mensenrechten in landen waar dat nog niet het geval is. Jonge Nederlandse vrouwen en jonge Nederlandse mannen die op een schip gezet werden naar Verwegistan in de vorige eeuw, geïnspireerd door het evangelie, met het doel om de naasten te helpen, in de wetenschap dat de kans op terugkeer naar het vaderland klein was. En toen kon je nog niet even op Google Earth checken waar je terecht kwam. Deze gaven van onze voorouders van de vorige eeuw mogen we niet zomaar verkwanselen. Waar oorlog, armoede en hongersnood heerst, is de overheid vaak snel weg. De kerk blijft. En tot het einde zorgt de kerk voor de gemeenschap, omdat zij de gemeenschap is. En dat is de reden waarom het grote noodzaak is dat we in actie moeten komen. En in onze nota van Joël Voordewind, van Kees van der Staaij en van mij, in onze nota stellen we daarom voor 7 actiepunten onder handen te nemen in de komende jaren. 7 verschillende punten. Maar ze voeren allemaal terug op hetzelfde punt. Namelijk dat we de ogen niet mogen sluiten voor de realiteit. Voor de hel die de wereld soms kan zijn. De hel wordt in de religieuze kunst dikwijls voorgesteld als een afgrond. U kent vast een schilderij dat u zich nu voor ogen kunt halen. Waarin een afgrond waarin naarmate je dieper afdaalt de ellende en de pijn groter wordt. Het vuur steeds verslindender en het geween en tandengeknars luider. De hel is in deze voorstelling een bodemloze put. Hoe groot de ellende en de pijn ook is, hoe ondraaglijk het bestaan ook lijkt, je kunt nog altijd dieper afdalen naar een plaats waar de ellende nog groter wordt en de pijn nog helser is. Deze voorstelling van de hel moeten we heel even ter harte nemen, zeker als we willen ingrijpen in het buitenland vanuit onze westerse democratische principes. Als we constateren dat er ergens een moordlustige dictator zit die mensen onderdrukt, opsluit en martelt, is dat niet voldoende reden om maar direct in te grijpen en om dat ingrijpen militair te rechtvaardigen. Want hoe erg de hel die bestaat ook is, we kunnen er met ons leger nog altijd een diepere hel van maken. Kijk naar Irak. Dat werd geregeerd door een moordlustige dictator. Kijk naar Syrië, waarvoor hetzelfde geldt. Westerse militaire interventies hebben de toestand niet verbeterd, maar verslechterd. Ook de steun aan gematigde jihadisten heeft waarschijnlijk vooral ellende veroorzaakt. En de christenen in deze landen hebben hier het meeste onder geleden. We hebben daarom de plicht realistisch te zijn. Enkel in theorie werkende ideeën of goede bedoelingen zijn niet genoeg. Al wat wij doen moet gericht zijn op het werkelijk verbeteren van het lot van onze medemens. En vanuit dit uitgangspunt moeten we alle beschikbare middelen inzetten. Daarom stellen we als antwoord op het appel van de paus de volgende actiepunten voor in onze nota. 1. Een meer objectieve en minder ideologische houding ten opzichte van christenvervolging. 2. Het niet bang zijn om uitdrukkelijk concrete misstanden ook te benoemen, wereldwijd en ook zelfs in Nederland, zoals we de heer Boomsma hebben horen zeggen. Een kritischere beoordeling van Nederlands optreden in het buitenland schaadt ons ingrijpen de positie van minderheden niet. 4. Een realistische blik op de mogelijkheden van het Nederlandse optreden binnen de VN Mensenrechtenraad, waar een minderheid slechts democratisch is. 5. Een verbod op export van geavanceerde surveillance techniek aan niet-democratische landen, omdat juist ook deze worden ingezet om minderheden te beknotten in de vrijheid. 6. Het oprichten van een parlementaire groep voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, opdat in het parlement voortdurend aandacht is voor dit onderwerp en er structureel samengewerkt kan worden met andere parlementen die vergelijkbare groepen hebben, zodat bredere druk gezet kan worden op landen waar christenen en andere minderheden worden vervolgd.
En 7, structurele aandacht voor religieuze minderheden bij werkbezoeken van onze regering en het parlement. Elke keer als een minister, een staatssecretaris of een parlementaire commissie een land bezoekt waarvan we weten dat christenen of andere minderheden vervolgd worden, dan moet tijdens dat bezoek daar aandacht voor zijn. Beste mensen, komende zondag is het de eerste zondag van Advent. En terwijl het buiten steeds donkerder wordt, zien we wel een groot licht. Dat ons uitnodigt om tegen de stroom in het goede te doen. Als Kamerlid heb ik samen met collega's en zeker Joël Voordewind en Kees van der Staaij in de afgelopen jaren een aantal belangrijke pilaren kunnen neerzetten om christenen in de verdrukking te helpen. Denk aan hulp bij de opbouw van christelijke dorpen in de vlakte van Nineveh. Denk aan de speciaal gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging in Nederland, de heer Douma, aanwezig hier, waarvoor grote dank. Denk aan het budget voor de gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging van de Verenigde Naties. Denk aan het vergroten van de kennis over religie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Denk aan het openen van een gebedsruimte in de Tweede Kamer, zodat er ook in de Kamer meer gebeden wordt dan voorheen. Dit werk wil ik gaarne in de komende 4 jaren voortzetten, via onder andere deze punten in de nota. En daar beginnen we morgen mee. En morgen is vandaag. Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geldt voor iedereen. En daarnaast is het ook een plicht voor iedereen om deze rechten te handhaven, gelovig of niet. Het is zaak om elkaar binnen en buiten de kerk te attenderen op die morele en wettelijke plicht. Ook al denk je anders of juist gelijk, geloof je anders of juist gelijk, voel je anders of juist gelijk. Het blijft je plicht om christenen in de verdrukking te helpen. 4 lustra en 97 dagen geleden stond ik samen met Yvonne, ze is nu mijn vrouw, en riep de paus ons op niet bang te zijn en tegen de stroom in het goede te doen. En op deze Red Wednesday roep ik u ook daartoe op. Neem mij in de arm, dat heb ik nodig, en loop met mij mee. Deze nota onder de arm, samen een stuk op weg naar het ideaal. Dank u wel.